100 hoogzakelijk Molukse motorrijders reden we vandaag vanuit Den Oever over de A7 naar Enkhuizen. Motorrijders in actie voor? Ja, voor de Molukken. Zeg maar, voor politieke gevangenen die vastgezet zijn voor het laten zien van de Molukse vlag. Voor de Indonesische president, die hebben ongelijke straffen gekregen. Variërend van 1 jaar tot levenslang. En daar rijden wij voor om aandacht ervoor te vragen voor die mensen die vergeten zijn. We zamelen geld in om hun te ondersteunen en te verzinnen. Lawaaimakers. Jullie horen. We laten de motoren brullen, zoals je hoort. Om te laten zien dat wij er zijn. Om aandacht te vragen voor die politieke strijd die wij voeren. Die mensen zitten nu al 11 jaar vast. We rijden voor het 11e jaar. En ze moeten nog heel lang, dus we blijven rijden tot de laatste politieke gevangene vrij is. De gezinnen hebben geen kostwinnaar meer. Dus we zamelen geld in om de politieke gevangene zelf te ondersteunen in de gevangenis. En om de gezinnen te ondersteunen, gewoon in het rondkomen met hun kinderen. Is dit een jaarlijks terugkomend iets? Ja, dus jaarlijks rijden wij rond 12 april. 12 april is Hari Peringatan, zo noemen we dat. Dat is een soort met dodenherdenking, de sterfdag van de tweede president van de Zuid-Molukken. En dat is al tot 12 uur. Rond die dag organiseren wij deze ride-out, zeg maar, om dat geld in te zamelen. Na de innerlijke mens en de motor natuurlijk van brandstoffen hebben we zien, vertrok de hele stoet ruim 5 kilometer lang richting de A7 onderweg naar Enkhuizen.